Wat vindt u van de stelling dat ZZP'ers verplicht mee moeten doen aan een pensioenfonds? ZZP'ers, dat zijn mensen die zelfstandigen zonder personeel. Dat betekent dat die niet in loondienst werken bij een baas, maar ze zijn hun eigen baas. Dat is best spannend, want je hebt dus niet een vast salaris. Je moet dus zelf zorgen dat je klanten vindt. En als je geen klanten vindt, dan heb je dus een maand geen salaris. Dus het is een onzeker bestaan. Best hartstikke knap en stoer als je dat kan. Wij vinden dat als je kiest voor een zelfstandig bestaan, dat je dan ook een behoorlijk salaris moet hebben. En ik neem even een klein bochtje. Je ziet tegenwoordig heel veel jongens en meisjes op brommertjes die voor een of andere pizzacourier rijden. En dan wordt ook gezegd, voor thuisbezorgd en dat soort gedoe. En dan wordt ook gezegd, jij bent eigen ondernemer. Nou, wij vinden dat dat eigenlijk een smoes is. Dat is gewoon een smoes, zodat ze jullie niet zoveel hoeven te betalen. Want als je in dienst bent, dan krijg je niet alleen salaris, maar dan krijg je ook die volksverzekeringen erbovenop. Die zorgen dat je spaart voor je pensioen en voor goede gezondheidszorg. Maar als de baas dat niet hoeft te betalen, dan zegt hij, oh, je bent ondernemer, lekker stoer op je brommetje. Maar je krijgt gewoon heel erg slecht betaald. Nou, we vinden dat dat eigenlijk geen ZZP'ers zijn. Die moeten we beschermen, die horen in loondienst. Maar als je nou een echte ZZP'er bent, en je verdient wel genoeg per uur, en je hebt er echt vrijwillig voor gekozen, dan vinden we ook dat je vrijwillig je moet kunnen aansluiten bij voorzieningen, om voor je oude dag te sparen. Dat willen we niet verplichten, maar we willen eigenlijk zorgen dat flexibel werken iets minder flexibel wordt. En dat een vaste aanstelling iets minder vast wordt. Dat de kloof daartussen wat kleiner wordt en dat het wat meer op elkaar gaat lijken. Dus vrijwillig aansluiten bij zo'n verzekering, dat zouden we heel goed vinden. We willen niet verplichten, omdat we het wel nog steeds een hele stoere keuze vinden als iemand eigen ondernemer wil zijn. Tevreden, Aron? Ja. Ja? Wie van jullie weet niet hoe...